We zijn inmiddels in Antwerpen aangekomen. Afvaart op de Schelde. En dan komen we in het Antwerpse havengebied. Tenminste voor zover dat aan de Schelde ligt. We zijn nog steeds onderweg van Herent naar Terneuzen. Vanochtend zijn we bij Herent vertrokken. Kanaal Leuvendeilen gedaan. Uppel afgevaren. Toen verder de Schelde af. Dit is het typische gebied waar je van alles tegenkomt. Veel zeevaart, veel verkeer met de sluizen. We hebben hier havengebied aan de linkeroever, havengebied aan de rechteroever. Er gaat veel tussen heen en weer. En sommige van die sluizen zijn ook nog een keer dubbele sluizen, sluiscomplexen. En dan heeft het natuurlijk ook nog te maken met de betonning. Het kan hier vooral in de binnenbochten knap droog zijn bij laagwater. En natuurlijk heb je nog met de tijd te maken. Centrale zendvleet, de Ravelingen zo dadelijk los was eigenlijk, Lila. We gaan naar Durgendok. Ravelingen van Steinwiel naar Durgendok, dat is ontvangen. Opvarende Ostia aan de current deflection wall, die draait de Durgendok in voor de Kielberg. Oké, begrepen, blijk. We hebben op het moment tijd mee. Het loopt aardig. We lopen een kilometertje 15. En het gaat straks nog een beetje meer worden. En daar hebben we ook wel een beetje op gevaren. Daarom zijn we zo vroeg vertrokken vanochtend. Recht voor ons, iets aan bakboord, zien we dat een zeeschip aan het vertrekken is. Hij komt net van zijn lichtplaats. Hij is nu achteruit aan het gaan. En daar heb je net de voorhaven van een van de sluiscomplexen. En daar is hij nu eigenlijk met zijn kont in aan het draaien. Zijn we rond te kunnen gaan om naar zee te kunnen. En als hij vindt dat hij ruimte nodig heeft, dat wij meer af moeten ofzo, dan roept hij ons wel op. Lood. Dus voorlopig varen we zo door. We wel wat hij wil. Oké, er zijn nog twee opvaarders, een sleepboot en een binnenschip die net helemaal bij de grond komen. Ja, en dan nog een sleepboot en een binnenvaart. Ja, die zitten met twee neven in. Dat is goed, stuur wordt. De loods heeft nog steeds niks van zich laten horen, dus we gaan rustig zo door. Kan ook niet al te veel afgaan, want er komt wat zeevaart in de opvaart aan de andere kant en we worden ook nog opgelopen door wat schepen. Maar goed, die loodsen hier die doen de hele dag niks anders.
Dus als hij iets van ons wil, dan weet hij ons wel te vinden. Het zeeschip houdt dus gewoon zijn eigen koers aan. Gaat door de grote bocht. En wij gaan achter hem langs het vaarwater oversteken naar de Schaarvoort Noord. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat we de bocht gaan afsnijden. Nu dus in de Schaarvoort Noord. Je ziet dat de zeevaart een heel andere koers vaart dan wij. We komen zo uit, gaan we oversteken. Verder richting Terneuzen.